Een heel goedemorgen, woensdag 27 april. En het is 8 over 8. En net toegekomen hier bij ons... Energy Get Up, Marissa Rozen. Het schoonste koppel van Limburg en ver daarbuiten. Loredana en Pat Crimson. Hallo. En een hele, hele goede morgen allebei. Hoe gaat het met jullie? Goedemorgen, goed, goed. Eigenlijk lekker druk. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat jullie de laatste tijd heel druk bezig zijn met van alles en nog wat. Jullie tournee bijvoorbeeld. En jullie zijn ook niet weg te slaan van een tv. Denk aan Paradijs zoekt personeel. Ah, ja. Loredana, je hebt er net ook een heel soort avontuur op zitten bij The Masked Singer. Dan is er nog Liefde voor muziek. Ja. Ja. Voelt het zelf soms niet te druk aan voor jullie? We zijn een beetje... Ja, we krijgen nog heel veel aanvragen ook. En ja, we zijn toch een beetje nu aan het kijken van dat doen we wel, dat doen we niet. Maar ook niet tuin, want de agenda eigenlijk voor dit jaar staat zo goed als vol bijna. Dat durven we wel zeggen. Ja. Daar zijn nog een paar plaatjes vrij voor Loredana nog, voor wat solo-shows. En hier en daar nog een DJ-setje, maar eigenlijk voor dit jaar is het zo goed als vol. Amai, maar toch nog de tijd gevonden. Leuk dat we toch terug daar tegenaan. We zijn heel blij. Tijdens de corona hebben we ook gezegd van kijk, we zaten naar buiten te kijken. Ik zei, dat is toch maar zielig zo, onze passie die we niet kunnen doen. Ja. Dat we zijn alle twee fulltime professionals, dat we in de muziek zitten. En als we de kans krijgen, gaan we er terug uit knallen. En we zijn eigenlijk like een raket eruit gevlogen met alles wat we aan het doen zijn nu. Dat mogen we wel zeggen. Dus we zijn heel blij ook met alles, gelijk alles loopt nu. Het moet heel fijn zijn dat jullie alles gewoon terug kunnen hernemen. Maar ook nog tof dat jullie tijd hebben gevonden om naar hier te komen. In de ochtendshow, ik heb er lang naar uitgekeken. Maar we moeten het ook hebben over Liefde voor muziek. Sinds een paar weken is het te zien op VTM. Jullie zijn met een keitoffe bende afgezakt naar het zuiden van Frankrijk. Mm-hmm. Dat was precies een heel tof avontuur. Een heel toffe bende bij elkaar eigenlijk. Ja, ja. Dat klikte eigenlijk wel goed. Ja. Ik dacht eerst zo toen we die namen zagen. Van, oei, dat wel klikken? Heel verschillende mensen. En dan was dat wel heel fijn. We hebben geen één discussie gehad daar. Nee. Een hele week samen in dat huis. Want je moet denken, we zijn van verschillende leeftijden. Verschillende groepen, genres. Dus dat was in het begin wel even denken van oké, gaat dat wel goed komen allemaal? En eigenlijk viel dat heel goed mee. Eigenlijk. Iedereen had echt een speciale persoonlijkheid ook. En ja, allemaal super artiesten eigenlijk. Dat we daar ook wel... daarom is het ook leuk dat we allemaal van een heel andere strekking zijn. Van Margriet is een beetje kleinkunst. Camille is dan meer... Jonggeweld. Want Camille Loredana, die kende je al van bij de Masked Singer. Ja, maar bij de opnames mochten we dat dus niet laten merken. Ja. Dus dat was even moeilijk. We hadden eigenlijk al op voorhand afgesproken van... we gaan niet te fel laten opvallen. Oké, het wordt wel daarna op tv gezien. Maar de productie wist er ook niets van. Dus dat was wel een klein beetje moeilijk. Beter zo, hè, dan dat ik Camille kende. En ik mocht het niet laten opmerken. Ja, want ik zei tegen Pat, ik zei niet te veel met Pat met Camille erover praten en laat de Masked Singer niet vallen. Maar wij hadden eigenlijk een codewoord voor de Masked Singer. Dus dat mag altijd... niet zeggen, het codewoord. Wat was dat? Ja, codewoord, ja. Okay. Was energy. Nee. Dat zou heel goed zijn. Ja. Nee, maar dat was echt zo, omdat als we dan iets was wilden... Viking. Dus elke keer als jullie het daarover hadden, gewoon Viking. Ja, dat is eigenlijk omdat de serie Vikings, of Viking, dat keken we wel heel graag. Ik zei, we gaan een codewoord gebruiken. Ja. Dat niemand verstaat als we het daarover willen hebben of zo. Ja. Dus de Masked Singer is nooit uit ons mond gekomen. Ja, gelukkig. Eigenlijk was het wel heel leuk dat ik Camille dan eigenlijk daar leerde kennen. En dat klikte ook meteen. Ze heeft ook een heel mooie cover gemaakt in jullie aflevering van Lift You Up. En dan jouw solo single Half Vol. Ja. Ze heeft die in een ander jasje gestoken. Ik vond echt dat hij eruit sprong. Dat zie je ook aan mijn gezicht. Ja, je hebt je gedaan. Omdat dat op dat moment hadden we niet door. Omdat dat was een beetje een verrassing voor ons. Ze zei van, ik ga Lift You Up brengen. Dus ik verwachtte helemaal het nummertje Lift You Up. En dan hoor ik zo'n tekst en ik dacht, dat tekst komt me zo'n beetje bekend voor. Wie is dat weer? En één keer hadden we het door van, oké, dat is een stukje van Hou Vol. En dat ze die mashup had gemaakt. En ook omdat ze op voorhand een klein beetje zenuwachtig was voor het aan ons te laten te performen. Toen zei ze ook van, ik hoop dat jullie het mooi gaan vinden. En ik dacht, waarom heeft hij zoveel zenuwen? Ja. En dat was dus daardoor. En ik vind dat zo leuk dat ze die mashup gedaan heeft. Dat samen gepast heeft, dat had ik nooit durven denken. Dus. Klinkt ook echt heel mooi. We gaan er samen nog eens van genieten anders. Camille met Hou Vol, Lift You Up, uit Liefde voor Muziek.